zijn hier in het depot van erfgoed Leiden en omstreken. Het geheugen van onze stad. Hier werken archeologen, archivisten, bouw- en architectuurhistorici en monumentenadviseurs samen aan het behoud van ons erfgoed. In deze poos zoals deze vind je ongeveer 17,5 kilometer aan archief en 3000 dozen vol bouwhistorisch en archeologisch materiaal. Bij Erfgoed Leiden delen ze deze collecties en hun kennis erover door verhalen te vertellen, te laten zien en te bewaren voor toekomstige generaties. Tijdens de museumnacht nemen we jou mee en laten we jou het verleden ontdekken. Hoe rook Leiden vroeger? Tijdens de 17e eeuw zijn er niet veel geuren bewaard gebleven, maar toch laten we jou vanavond ruiken. Door middel van archiefstukken, afbeeldingen, archeologische vondsten en de producten van jouw boodschappenlijstje belooft dit een sensationele avond te worden.